Grab your coat, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet at the sunny side of the street. Dat je er weer bent. Ja, ik kan gewoon elke week op je rekenen. Ja, ja, zo ben ik. Ik kom gewoon hier naartoe gereden. No problem. Echt waar. Waar ga jij het over hebben vandaag? Nou, over met pensioen gaan in de kunsten en in het optreedvak, zeg maar. Dus, hoe doe je dat? Dat bestaat eigenlijk niet. Nee, er is geen pensioensleven. Iedereen gaat maar gewoon door. We hebben hier Freek en Hella bijvoorbeeld. Ja, die gaan ook gewoon door. Ja. Het hele land door. Vanavond gaan ze alweer op pad, hoorde ik net. Dus ik vind dat gaaf. Ik wil graag zelf ook door tot ik erbij neerval. Maar je ziet dus af en toe van die gevallen van mensen die toch afscheid moeten nemen. Ja, en jij hebt ook weer een nieuw nummer. Ja, zoals elke week, hè. Ja, ja, maar heb je dat nu voor jezelf vastgesteld dat je elke week met een nieuw nummer moet komen? Ja, dat wijk ik ook niet, liever niet vanaf, nee. Het houdt me ontzettend scherp, hè. Want normaal dan blijven al die ideeën een beetje liggen of ze typisch ergens in je telefoon. Maar nu denk ik, ja, ik moet even iets afmaken, want ik moet woensdag weer naar TV Oost. Ik vind het zo knap. Ja, dankjewel. Glen Campbell wil je het over hebben. Ja, niet alleen over hem, de aanleiding, ik heb een paar jaar geleden zijn documentaire gezien. Hij is een waanzinnige gitarist, songwriter, schrijver. Hij had een hele fitte vent ook, die zijn eigen echt zo'n showprogramma had. Dus echt een beroemde Amerikaan. In Nederland is hij iets minder beroemd, maar we kennen zijn liedjes vaak wel. Maar daar was hij echt een grote ster. Bij de hand de gast ook. En die krijgt Alzheimer. En vanaf dat moment wordt hij gevolgd door de documentairemaker. En dan zie je eigenlijk zijn aftakeling. En het bijzondere van die documentaire is dat hij dus gewoon een hele tournee nog door heel Amerika doet. Van iets van 60 grote shows. Ja. Zijn familie als bandleden, zijn kleindochters. Ja. En in het begin denk je, nou, dat kon nog wel eens goed, net goed gaan. Hè? Je ziet ook gesprekken met de dokter tussendoor. En hij is echt de weg kwijt. En het gekke is dat zijn talent nog helemaal intact is. Wat ik zeggen, die muziek en die teksten blijft. Ja, dus de teksten blijven op het scherm staan. Dus zolang hij bezig is met het liedje waar hij mee bezig is, gaat het prima. En dan staat er solo in A mineur. Dan speelt hij een waanzinnige solo, zoals hij dat alleen kan, als een briljante gitarist. Maar als dat ding dus uitvalt, dan weet hij dus helemaal niet meer waar hij is en welk liedje die ook alweer aan het doen was. En dan kan hij ook echt chagrijnig uitvallen naar wat mensen hebben met Alzheimer. Dus dan scheldt hij zijn familieleden op het podium uit waar al die mensen bij zitten. Dat is heel gênant. Ja. Maar ja, ik weet nog steeds, ik vind het indrukwekkender dan zijn platen. Snap je? Dus we hadden het er net over van hoe lang ga je door? Het afscheidsconcert van ja, ik weet het niet zo goed, maar Rob de Nijs ook, die zit dan zo met zijn trillende arm een prachtig concert nog te geven. Dus eigenlijk onthoud ik vooral dat concert van hem. Ja. Dat vond ik indrukwekkender dan wat hij 20 jaar geleden deed. Dit is een pure artiest zijn, pure ja, dus het publiek, tenminste ik en volgens mij de mensen, veel meer mensen, die smullen er wel van. Hè? Dus je geeft eigenlijk jezelf sowieso een beetje weg als artiest. Ja. Maar nu wordt het wel heel duidelijk van, ja, je doet dit voor het publiek, maar Glen Campbell weet er niks meer van. Hij is inmiddels overleden, maar het loopt niet goed af. En dat weet iedereen. Ook maar bij toch is het een soort van ode. Ja, ik vind het heel dapper dat mensen dat doen en heel stoer. En ik geniet er dus zelf ook heel erg van. Maar je weet niet, wat zou je zelf doen? Hè? Je moet ergens een keer, zolang je nog kan zingen, zou je zeggen, kun je optreden. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, nou, ik ga het ook doen. Doorgaan ik ga gewoon, tot je neervalt. Tot ik er letterlijk bij neerval. Ja, en hoe heet je nummer? Tumble Down. Nou, kijk eens aan. Other weapons than our set eyes and our tongue. I'll be there when it happens. You'll be right where you belong. I'm thinking of your fury, thinking of my past, and about the books that you read to make some sense at last.
and I tumbled down. Look for solid ground. Music is my kingdom. Please protect me if I'm wrong. I need somebody out there, voice to sing along. Tonight the shadow's playing, it's dancing on the wall. I know what you'll be saying, still I'm waiting on your call. When I tumble down, look for solid ground. I can only stay awake and count the hours of sleep I fade. But I'm remembering the day we met. I remember that I loved you from the moment that I saw you. But I can't recall exactly what I said. If I'm tumbling down, look for solid ground. When I tumble down, look for solid ground.